Everton. Dachi goed in de bal gekomen. En dan gaan versnellen, bal aan de voet. Hendricks moet er gaan aanhangen. Even de handoplegging, nog steeds Dachi. Prima, Servet moet scoren. Servet! En de save van Nacho Miras. Dikke kans, SK Beveren. Het antwoord. Om het hier nog te forceren, moest het nodig zijn bij Beveren. Is er één joker minder sinds deze week. Ismail ondertussen, prima cross. Rönnschär met zijn linker, die is minder dan zijn rechter. Legt hem prima terug en daar is de goal. 1-0 voor Beveren. 1 minuut en 12 seconden waren we aan het voetballen. En Beveren met vuur uit de kleedkamers gekomen. Misschien was die niet gefloten penalty de ideale brandstof voor de jongens van Wim de Dekker. En de breedte, of de brede glimlach liever bij Wim de Dekker. En Taufik Ismail trapt Beveren 1-0. Of op 1-0. Waarschijnlijk wel wat proberen opnaaien. Door wat vuur in proberen te krijgen tijdens de pauze. En dan sta je 1 minuut later opnieuw in het krijt. En nu bijna de verdubbeling van de voorsprong. Maar Tachi knalt hem tegen de paal. Nou, Beveren ontketend. Quintero. Even inschuiven, bal aan de voet. Coné moet snel tikken, doet dat ook. Keder, wel veel volk in de 16. Uiteindelijk Van Lanschot, die heeft een goede linker. Van Lanschot en die bal gaat binnen. Die bal wijkt af en Deinze komt hier op gelijke hoogte via Jellert. Van Lanschot. Opnieuw hij, toch een van de mannen in vorm bij Deinze. En een soort lucky goal waarmee Deinze hier op gelijke hoogte komt. Ze hadden nog niet veel gedaan na die openingsgoal. En vandaag gratis bus ingelegd. 5 bussen. En ze zijn dus met z'n 250 meegekomen voor deze topper. Zien ze hun ploeg ook scoren? Misschien op deze corner. Jawel! Het is Prijs. 1-2. Het is Quintero. Het is Quintero die Deinze richting leidersplaats kopt. Geweldige kopbal. Helemaal vrijstaand wel. Dat mag toch niet gebeuren. Quintero met het doelpunt. En hij. En die corner ten onrechte had toegekend dat hij dan maar voor een aanvallende fout floot. Dat was nu niet het geval. Suleiman aan. Draaien. Komt hij tot een schot. Aan tegen de paal. Een schicht van moet daarmee oorlog gaan maken in de vijandige 16. Gonçalves aan de tweede paal en dan gaat hij binnen. Dan gaat hij binnen en komt Beveren op 2-2. In de extra tijd is het Bateau die bal heeft binnengetikt. Gonçalves, prima bal. Naar de tweede zone, nu werd hij voorgetrokken. En je ziet het, ze willen echt die derde maken. Hendricks, rood aangelopen, aangezicht. Nu is het Koyalipu, wie heeft die bal uiteindelijk binnengetrapt? Goeie vrije trap van Gonçalves. En dan heeft Allard er een einde aan gemaakt. Ondertussen een billijk gelijkspel. Beveren heeft nog gestreden voor wat het waard was. Maar de teleurstelling regeert toch bij SK Beveren.